Suriname is een nieuwe politieke partij rijker. 597 Netwerken is gisteren geproclameerd en gaat voor een nieuwe aanpak. Deze nieuwe partij is vernoemd naar de landencode van Suriname. Het oprichtingsbestuur bestaat uit John Goede, Jupta Ituwaki en Ruben Del Prado. De partij heeft geen allesbepalende voorzitter. Anders dan bij andere politieke partijen zal 597 Netwerken niet meedoen aan de Surinaamse verkiezingen, geeft het bestuur aan. Voorzitter Del Prado legt uit dat de partij van de 51 parlementariërs verantwoording kunnen afdwingen. Nu vanaf vandaag 597 de officiële politieke partij is, betekent het dat wij ze meer dan de man en de vrouw van de straat toe account kunnen roepen en kunnen zeggen van je bent één van ons, wij zijn ook een politieke partij. Dus het is die gesprekspartner. En we gaan ook laten zien, en dat heb ik heel uitgebreid besproken met Hans Breeveld, politiek, de politieke cultuur is vastgeroest. Het is dat ding met een voorzitter en bestuur en een plek waar ze vergaderen. Wie het Grunjari of Osser of de olifant. Het is een ding dat zichzelf in stand houdt. Zijn organisme op zich. 597 is dat niet. We netwerken met netwerken die al bestaan. Del Prado geeft verder aan dat 597 Netwerken een van de meest democratische politieke partijen zal zijn. Hij zegt dat iedereen die lid wil worden van de partij dat gewoon kan worden. Wanneer de leden, en we hopen heel veel leden te hebben en heel veel netwerken die 597 gaan uitmaken, beslissen in een algemene ledenvergadering en aan het bestuur, het dan bestuur, want dan zijn wij er niet meer, dan zijn wij ook gewone leden. Mami Pami 20 SRD, ik blijf lid. Als zij zeggen we willen meedoen aan de verkiezingen op 25 mei 2025, dan zal dat bestuur besluiten om mee te doen aan de algemene verkiezingen. Er is een kiesreglement en we zijn al geregistreerd bij het onafhankelijk kiesbureau. Ze kunnen meedoen met de verkiezingen, maar het staat niet op onze agenda. Hoe gaan wij de strijd aan? Dan denk ik aan Maisha, prachtige naam Stree. We gaan met niemand de strijd aan. We gaan met niemand de strijd aan, want die strijd gaan we verliezen. Die partijen hebben geld, hebben power, zijn geïnfiltreerd in elke vezel van de samenleving. Dus de strijd aangaan is niet alleen maar zinloos, het is dom. Om haar doelen te kunnen verwezenlijken, werkt 597 Netwerken aan de communicatie tussen en verbinding van organisaties. Zij zal zich inzetten voor goed beleid, een gezond milieu, economisch herstel, een waardig bestaan voor seniorenburgers, overbrugging van de generatiekloof en erkenning van de grondrechten van de inheemse en tribale volkeren.